wij vandaag doen, dames? Wij gaan vandaag met Luid snuffelen. Oh. En? Misschien kunnen we ook nog even kijken of we een lampje kunnen knutselen. Knutselen ook nog? Zou jij er zin in? Nee, wil je niet een beetje genieten van het mooie weer? Ja. Ja, dat laten misschien. We gaan. Nou. Maar ja, lammetjes knuffelen, dat gaan wij straks wel even doen. Ik ga jullie eerst eens een paar vragen stellen. Oké. Wat zijn lammetjes? Lammetjes zijn... Kennen jullie allemaal schapen? De schapen die komen... Schapen die hebben ook mannetjes. En die mannetjes... En als... En ja, en als die op elkaar verliefd zijn, dan kunnen hun lammetje bijvoorbeeld maken. En dan gaan wij doen. Hè? En Demi, ga jou nog een vraag stellen. Hoe heet een mannetje schaap? Hoe noem je die? Geit? Nee, geen geit. Bok. Ook geen bok. Oh. Een sik. Nee, ook geen sik. Dat is een baard, Demi. Ik dacht eerst dat geit. Mannetjes geiten. Zo, mannetjes baard. Schaap en geit waren. Oh ja? Een mannetjes schaap. Een geit? Nee, geen geit. Nou! Een mannetjes gaat natuurlijk. Een ram. Oh ja. Yeah. Oké. En nu een meisjes schaap. Schaap. Wat heb jij? Schaap. Ook schaap? Nee, ook niet. Huh? Een ooi. Dit ken ik echt helemaal niet. Een ooi! Waarom heeft ik voor niet verteld hoe schaap is? Maar oké, okay, heb ik nog een vraag. Hè? Want je een belangrijke vraag. Hoe kun je zien of een vrouwtje schaap zwanger is van babytjes? Nou, ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dus, namelijk als een mannetje, dat vrouwtje, als die dan best wel moe is en duizelig, dan gaat die in een hoek. En dan kan je zien dat ze zwanger is. Okay. En wat denk jij, Deen? Hoe kan je dat zien? Dat ze zo bijvoorbeeld zo een beetje liggen in het hoofd, dat ze gewoon gaat liggen. Omdat de boer dan al weet dat. De boer weet het dan. Nou, zou ik je even zien. Als je kijkt in de wintermaanden, zie je schapen. Die hebben op een beetje de bovenkant van hun rug, bij de kont, zie je vaak dat ze een kleurtje hebben. En daarin kan de boer zien dat ze gedekt zijn en dat ze zwanger zijn. En dan kan die, als je elke dag gaat dan de boer het land in. En dan gaat hij bij zijn schaapjes kijken. En dan kan hij, nou, ziet hij bijvoorbeeld schaapje nummer 1. Dat hij een rode bil heeft, bijvoorbeeld. En dan schrijft hij op. Nou, op maandag 3 december had schaap 1 rode billen. Dus die was zwanger. En dan kan hij precies tellen hoe lang het duurt voordat een lammetje komt. Dan weet hij dat. Daarin kan hij dat zien. Dus eigenlijk bedoel je dat je schaapjes hun billen kunnen van kleur veranderen. Zoiets, ja. Rainbow schaap! Nou, zullen we gaan? Ja! Yeah. Oké, meiden. 3, 2, 1. Oké, ja. Huh? Dit zijn kippen! Dit zijn letterlijk kippen. We wouden toch naar schapen? Ja. Oké, nog een keer. 3, 2, 1. En als je voorzichtig bent, gaat er één in dit hokje stappen en de ander in het andere hokje. Kalmpjes aan. Echt. Dan mag je gerust. Mama is ook een kleine. Gaat er maar overheen. Dan ga jij in het andere hokje. Dan komt het lammetje vanzelf, want ze zijn ontzettend nieuwsgierig. Thank you.
sabbelen. Mijn vinger. Grappig, hè? Bel maar in zijn mond. Doe je vinger maar in zijn mond. Aan de zijkant erin douwen. Juist. Dat voelt gek. Grappig, hè? Kijk. Voel die tandjes? Ja, hè? Hebben jullie het leuk gehad? Ja. Wat was het allerleukste? De schaapjes. Oh. Enzovoort. Enzovoort.